Hey, welkom ambitieuze high potential woman topper. Super dat je er bent. En welkom Astrid. Dankjewel. Hoi. Welkom. En wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben Astrid van der Maarden en ik heb een e-commerce adviesbureau. Wij geven vooral online trainingen en coaching aan mensen die een webwinkel willen starten of die een webwinkel hebben en daar meer omzet uit willen halen, daar meer mee willen verdienen. Ja, superleuk. Heel mooi. En wanneer ben je gestart met jouw bedrijf? Dit bedrijf 2013, 1 januari 2013, dus bijna 10 jaar nu. Ja, wauw, dan heb je weer een feestje. Ja, de komende januari wordt feestmaand. En als je gaat kijken naar jouw moment dat voordat je startte met je bedrijf, was je toen al ondernemer of nog niet? Ja, ik had toen zelf een webwinkel. Dus ik ben vanaf 2010 ben ik ondernemer. Ik heb eerst 2 jaar zelf een webwinkel gehad en daarna is dit bedrijf erbij gekomen. Ja, en wat maakte dat jij die volgende stap hebt gemaakt? Ik kreeg toen best wel veel vragen van andere mensen. Die het ondernemen, online ondernemen was toen best nog wel veel kleiner dan wat het nu was. En op Twitter waren we heel actief en er kwamen heel veel vragen van andere mensen. Van ja, waarom heb je nou al die bestellingen? Hoe kom je aan al die klanten? En ik zie je iedere keer met die pakketjes gaan. Ik dacht, nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Daar ben ik over gaan bloggen. En dan vrij snel ben ik daar online trainingen over gaan geven. En toen was eigenlijk de start van dit bedrijf. En dat was dus eigenlijk omdat mensen naar jou toe kwamen. Ja, ja. Mooi is dat, hè? Hoe dat dan ja, ik vond het ook wel ergens bijzonder dat ik dacht, ja, ik kan toch iets ook betekenen dan voor andere ondernemers. En ik kan ze helpen met de kennis en de ervaring die ik dan afgelopen jaar had opgedaan. Ja. Ja. Hoe bijzonder hoe dat dan loopt, hè? Ja. Ja, dat kan je van tevoren niet bedenken. Nee. Ik zeg altijd, toeval bestaat niet. Dus dat is dan echt wel, ik geloof dan echt wel dat vanuit het universum een seintje is van, hey, we proberen jou iets duidelijk te maken dat jij een volgende stap te nemen hebt. Nou, die heb je genomen. Want dat is natuurlijk ook ondernemerschap, is ja, durven. Een durven maken om voor iets nieuws te gaan. Nou ja, dat was ook wel een ding, denk ik. Want ik studeerde toen nog, toen ik mijn eigen webwinkel ging starten. En toen ik uiteindelijk dit bedrijf ben gestart. Ik ben een jaar in loondienst geweest als medisch bioloog. Nou, ik was totaal niet gelukkig. En dat was echt niks voor mij. En daar had ik dan een hele universitaire studie voor gedaan. En ik dacht, nee, dit is het gewoon echt niet. Nee. Nou, en van mijn bedrijf en het adviseren van andere mensen met een webwinkel. Daar werd ik gewoon blij van. En ik kon elke dag doen wat ik het allerleukste vond. Dus ik ben er eigenlijk maar ingerold. Het was nooit mijn plan of het was nooit mijn bedoeling om dit bedrijf te starten. Ja. Ja, en dat is het als we het dan hebben over manifesteren. Hè, van hoe manifesteer je nou iets wat je, waar je naar verlangt? Hè? Je kunt ergens naar verlangen vanuit ja, je hoofd. Bedenken, ja. Oh, dat lijkt me wel leuk. Of dat lijkt me wel verstandig. Ja. Of echt voelen. Oh, waar ik blij van word, hè, dat het echt het leukste is wat ik dan kan doen. En dan, als je dat volgt, dan zie je, dan gaat het voor je werken. Ja, ik denk dat ik dat ook de afgelopen 10 jaar wel vol ben blijven houden. Weet je, het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat ik elke dag blij ben met mijn werk. Dat ik elke dag, ik vertel ook eens tegen mijn klanten, ik heb wel eens vrienden die zeggen dan, ja, morgen is het maandag en dan moet ik weer. En ik heb zo geen zin om weer te gaan werken. Nou, ik ben altijd heel blij dat het weer maandag is, want dan mag ik weer. En dat gevoel, ja, dat kan je niet plannen. Dat kan je ook niet vooraf bedenken. Denk ik, dat loopt dan zo. En dat zou dan toch eigenlijk voor iedereen in deze wereld zo moeten. Dus ik heb het niet laten moeten. Maar mogen zijn, hoe fantastisch zou dat dan zijn? Ja, je moet zo lang werken in je leven. En ja, dan kan je maar beter iets doen waar je gewoon heel blij van wordt. Dat het bijna niet voelt als werken. Precies, dat het gewoon, je bent met je passie bezig. Ja. Mijn man zegt het ook al, ben je weer aan het werk? Schat, is geen werk. Het is hobby. Het is mijn passie, dit is mijn leven. Ja. Ja. Ja, mooi. Goh, dus bijna 10 jaar geleden begonnen. En liep het meteen echt super, super goed? Of heb je een flitsende goede start gehad? Of hoe is dat voor jou gegaan? Nou ja, toen ik 10 jaar geleden begonnen ben, ik was dus nog in loondienst. En toen dacht ik, nou, dit is het niet. En ik was op dat moment ook zwanger van mijn oudste. Dus ik ben eigenlijk gewoon van de een op de andere dag heb ik besloten, oké, nu word ik fulltime ondernemer. En ja, we gaan wel zien of het gaat werken en of het gaat lukken. En ik heb in het begin heb ik nog wel freelance klussen erbij gedaan. Maar al vrij snel kon ik gewoon leven van dit bedrijf. En
ja, was het mijn enige focus nog. Ja. Ja, mooi. En toen was je in het begin was je alleen? Ja. En wanneer heb best je... Lang, ik heb het best lang in mijn eentje gedaan. Ja? Hoe lang? Tot 2018. Ja. Ja, toen kwam mijn eerste VA. Dus ja, ja. Van 2013 tot 2018 heb ik alles in mijn eentje gedaan. Wel eens wat dingen uitbesteed, hè, waar ik dan zelf niet goed in was. Qua vormgeving bijvoorbeeld en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar geen structurele hulp. Nee, en ja, ondernemen is ook heel veel zelf doen. Zeker in het begin. Hè, als, ja. Ja, als je zo'n bedrijf opstart, je hebt niet altijd meteen de middelen om het uit te besteden. Of je wil het niet altijd. Ja. Meteen. Of en ook heel veel ondernemers vinden het ook lastig. Van, ja, wat kan ik dan uitbesteden? Dus dat is echt alweer een volgende groeistap in... Ja, in ondernemen. Ja. Maar dat maakt wel dat je heel veel zelf leert en kunt. Ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat je ook pas dingen goed kunt uitbesteden als je zelf weet hoe het moet, hoe het werkt, wat wel en niet werkt. Ik denk dat je dan beter dingen kunt uitbesteden. Ja, ben ik het mee eens. Omdat je dan veel kritischer kijkt. En je kunt wat je wil beter overdragen, maar je kunt ook kijken, hey, gebeurt het op de beste manier of de meest efficiënte manier? Dus dat is wel zeker. Tenzij het natuurlijk echt dingen zijn waar je zelf totaal geen kaas van gegeten hebt. Kijk, ik moet echt geen vormgeving dingen doen, dat komt niet goed. Dan is het wel om daar iemand voor in te schakelen. Ja, precies. Precies. En 2018 heb je je eerste VA aangehaakt. Ja. Net op het moment daarvoor. Hoe voelde jij je toen? Wat dacht je toen? Waar liep je tegenaan? Ja, vooral die mailbox. Ik had gewoon de tijd niet meer om al die mails zelf te beantwoorden. Maar ik ben eigenlijk maar per ongeluk bij mijn eerste VA terecht gekomen. Want een moeder van een vriendje van mijn zoon, die zei van, goh, iemand is de opleiding aan het doen voor VA bij jou toevallig. En die heeft als opdracht gekregen om een ondernemer te interviewen waar ze tegenaan loopt. Ja, maar kan zij een keer bij jou langskomen? Toen dacht ik, ja prima, laat maar langskomen. Kijk. En dat was Amy. En ja, in dat gesprek al... Ja, we hadden zo'n goede klik. En toen heb ik ook gewoon aangegeven, ja, ik loop hier en daar tegenaan. Hè, vooral die mailbox. En ik krijg het allemaal niet meer gedaan in mijn eentje. En zei ze, ja, maar dan ga ik jou toch gewoon helpen. en ja, toen had ik mijn eerste VA. Leuk. Ja, en ze is er nu nog steeds. Dus we zijn nu 4 jaar verder. En ze is er nog steeds elke week. Dus, ja. Mooi. Hey, en Amy, ze begon met de mailbox dus. Ja. En nog andere dingen? Wat ze nu doet, het is een beetje... het fijne aan haar is, al die dingen die ik niet leuk vind om te doen, die kan ik bij haar over de schutting gooien. En dat zijn dan precies de dingen die zij wel leuk vindt om te doen. Echt, die administratieve dingen, als klanten niet kunnen inloggen, dan helpt zij ze op weg. Ze maakt werkboeken, ze regelt locaties, ze regelt lunches. Al die regeldingen waar ik dan minder goed in ben. Ja, dat doet zij. Fijn. Dus voor jou echt een rechterhand. Ja, echt. En hoe... zeg je dan, ik gun iedereen een Amy. Ja, mooi gezegd. Ja. Ja. Hoe was dat om werk los te gaan laten? Ja, toch wel lastig. Want ik zei van, ja, maar hoe weet jij nou wat jij moet antwoorden op de mails die je krijgt? Want je kent mij nauwelijks, je kent mijn bedrijf niet. Hoe moeten we dit dan aanpakken? Ja. Ik denk, het moet mogelijk zijn om die mailbox uit te besteden. Maar ja, zij moet natuurlijk wel de reacties geven waar ik achter sta. Ja. Dus toen hebben we in het begin heeft ze gewoon een reactie getypt en eerst naar mij en dan kon ik akkoord geven en dan, of niet. En dan verzond ze de mail richting de persoon die mailde. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik geef alleen maar akkoord. Ik denk, nou, je kan het wel. En toen dacht ik, je regelt het maar. Ja, lekker. En als er iets is, dan kwam ze bij me van, hè, kan ik dit zo sturen of wil je het liever anders? Ja. En ja, nu, na een verloop van jaren, zij weet, ze kent mij zo goed nu, ze kent mijn bedrijf zo goed. Sommige dingen weten ze zelfs beter dan dat ik ze weet. Het is echt nog maar zelden dat ze nu met een mailtje bij mij komt van, goh, ik weet niet wat ik hiermee moet of wat wil je hiermee. Is heel af en toe nog. Ja. Maar zij zit intussen zo in mijn bedrijf dat ze gewoon makkelijk al die mails kan beantwoorden. Dus ik vond het in het begin wel spannend om het los te laten. Maar ja, als je dan bezig bent en je merkt van, ja, het gaat eigenlijk heel goed, dan wordt het ook veel makkelijker ook alweer om andere dingen ook uit te besteden. Ja, en was dat iets bij jou dat je op een gegeven moment dan... Ja, hoe ging dat dan eigenlijk dat je zoiets had van... Oh, ik kan nog wel meer uitbesteden. Heeft zij dat bij jou losgemaakt? Of had je zelf op een gegeven moment zoiets van nou...
Nou ja, heel praktisch denk ik. Je had op een gegeven moment ergens een keer zo'n lijst gedeeld met zoveel dingen, 125 dingen meen ik, die je aan een VA kunt uitbesteden. Ja. En we zijn gewoon echt naast elkaar gaan zitten en we zijn gewoon gaan kijken, oké, wat wil ik uitbesteden en wat kan Amy, wat vindt zij leuk om te doen? Want wat ik voor mezelf wil, dat ik het elke dag leuk vind om te werken, vind ik ook belangrijk voor de mensen die voor me werken. Ja. Ik wil dat ze de taken die ze bij mij krijgen, dat ze die ook gewoon oprecht leuk vinden om te doen. En daar kwamen toch wel snel dingen uit waar we eigenlijk allebei aangaven. Ik wil het uitbesteden en zij vond het leuk om te doen. En ja, ik ben er altijd maar, ik ga het gewoon proberen. En lukt het niet, dan past het wel weer aan. En vaak blijkt dan toch dat het gewoon hartstikke fijn is om het gewoon uit te besteden. Omdat het gewoon goed gaat. Ja, fijn hè. Nou, veel ondernemers vinden het te lastig hoor, om zelf te bepalen wat kan ik uitbesteden. Zeker als je dat nog niet gewend bent. Ja. Dan is dat voor VA's fijn om samen met een klant te kijken van hey, wat is het dan nog meer wat je uit kan besteden. Ja. En sommigen die dat gewoon lastig vinden, begin je gewoon klein. Hè? Neemt iets uit handen en dan groeit dat vertrouwen. En dan ga je ook kijken van wat kun je nog meer. Ja. Nou, het vertrouwen is denk ik wel heel belangrijk. Want als jij een positieve ervaring hebt en je hebt iets uitbesteden en dat gaat goed. Dan is de stap om dan het volgende uit te gaan besteden wordt steeds kleiner. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment weet je ook gewoon wat je aan iemand hebt. Ik weet precies wat ik aan Amy heb en dat is ook heel fijn. Ja. En hoe was het samenwerken op afstand? Want zij zit niet bij jou op kantoor. Nee, ze woont wel hier in het dorp. Dus dat is dan, nu niet meer. Nu sta ik niet meer op het schoolplein. Maar voorheen dus wel, zagen we elkaar toch wel regelmatig nog op het schoolplein. Waar we dan toch snel even nog wel wat werkdingetjes af en toe bespraken. Maar ik vind het ideaal dat ze. Ik ben denk ik niet een ondernemer die echt een mensen om zich heen wil hebben en een kantoor. Ik denk dat ik dan continu afgeleid word. Ik vind het heerlijk om gewoon lekker thuis op mijn eigen werkkamer te werken. En ja, we hebben gewoon contact via mail, via app, via Zoom. Ik ervaar het als heel fijn dat ze lekker op afstand zit. Ja. Het is heel efficiënt werken voor beide. Ja. Maar als je samen zit op kantoor, natuurlijk is dat af en toe gezellig. Maar dan wordt er ook wel heel veel gekletst en heel veel tijd gaat er verloren. Ik denk dat ik heel veel afgeleid word. Ik moet er niet aan denken. Dat ik heb nu natuurlijk, Amy is niet meer de enige. Ik heb meerdere mensen die voor me werken, zowel VA's als loondienst. Ik moet er niet aan denken om ze allemaal bij elkaar te hebben. En dat ik zie het al voor me dat ik ieder half uur dan weer afgeleid word of gestoord word. En dan krijg ik gewoon geen werk meer gedaan. Ja, precies. Precies. Ja. En wanneer is de volgende persoon na Amy erbij gekomen? Dat weet ik niet precies meer. Ik denk een jaar later. Ik heb echt verschillende VA's wel geprobeerd. En er is er geen één die is blijven hangen, zeg maar. Ik heb best wel veel wisselingen gehad in VA's. Best wel lang gezocht naar samenwerken. Ik had natuurlijk het samenwerken met Amy als mijn referentiekader. En dat is heel lastig gebleken om dat ook met anderen zo te vinden. Dus ik heb best wel veel wisselingen gehad in VA's. En nu sinds een jaar heb ik weer echt een team van vijf. Die al ook een jaar bij me zijn weer. Ja. En je zegt ook een combinatie van VA's en mensen in loondienst. Ja. Je hebt ook met meerdere VA's samengewerkt. Dus na Amy heb je met meerdere VA's samengewerkt. Andere vlakken dan? Marketing bijvoorbeeld? Of sales? Social media, marketing inderdaad. Ja. Ja. Nou, want je hebt natuurlijk VA's in verschillende vormen met wat voor soort werkzaamheden dat ze allemaal doen. Ja. En daar was niet echt de klik mee, net zoals bij Amy. Nee, en er waren ook sommige. Eentje zei bijvoorbeeld, ik wil toch weer in loondienst. Nou ja, prima. Die is om die reden gestopt. En de andere had ik gewoon. Of kwam de afspraken weer niet lekker na. Maar dat is ook, ik wil er wel op kunnen vertrouwen dat iemand gewoon wel de deadlines nakomt. Ja. Er zijn eigenlijk allerlei redenen waardoor het eigenlijk niet heel langdurige samenwerkingen zijn geworden. Mm-hmm. Ja. En ben je toen meteen iemand in loondienst gaan aannemen of heb je eerst nog een andere VA gevonden in het team? Een van mijn mensen in loondienst nu. Ik heb nu drie VA's en twee mensen in loondienst. Eén, die eerste die nu in loondienst is, die is begonnen als VA bij mij. Die is later dan, vorig jaar is die in loondienst gekomen. Mm-hmm. Of begin dit jaar. Ja. Dus die kende ik op die manier al. En verder ben ik gewoon heel praktisch gaan kijken, wat heb ik nodig? En voor hoeveel uren? En
als het weinig uren zijn, heb ik een samenwerking met VA's aangegaan. En ik had ook iemand nodig voor de sales bijvoorbeeld en voor coaching van klanten. Ja. Zij maakt heel meer uren, dus voor haar is het gewoon, dan is het ook gewoon een financiële afweging. Neem je dan iemand in loondienst of laat je die als VA werken? En zij wilde ook graag in loondienst, dus die is op die manier erbij gekomen. Ja, oké. Okay. En dan was dat de VA die eerst als VA was gestart en daarna in loondienst kwam? Of bij die kwam meteen in loondienst? Zij kwam meteen in loondienst. Ja. En die VA die later in loondienst is gekomen, was dat ook vanuit haarzelf? Ja, ik denk dat we allebei wel de wens hadden om... Ik wilde een combinatie maken van NVA's en mensen in loondienst. Ja. Omdat ik het idee had, en nog steeds wel heb, dat mensen in loondienst toch op een andere manier meer betrokken zijn bij je bedrijf en zich ook meer verantwoordelijk voelen voor de resultaten. Amy tel ik daar nog niet bij, want die heeft die verantwoordelijkheid. Dat gevoel heeft zij ook. Maar ik denk, als mensen in loondienst zijn, dan staan ze er toch op een andere manier in dan dat je een van de vele opdrachtgevers bent. Dus vandaar dat ik nu voor die combinatie gekozen heb. Ja, ik had laatst een gesprek met Aart Brezet, die dus alleen met VA's werkt en niet met loondienst. En hij zei nog van, ik vind het voordeel van het werken met VA's dat ze heel loyaal zijn om je klant tevreden te houden. Want als de klant niet tevreden is, gaat de klant weg. He, dus die ervaren het wel als heel loyaal en heel betrokken en echt het contact goed houden. Want mensen in loondienst kunnen bezig zijn met waar is het gras groener. Ja, inderdaad. Ik ben nu een jaar verder en ik weet nu wel dat het eigenlijk om die reden hoef je niet mensen in loondienst te nemen. Nee, nee toch? Nee. Nee. En ik heb nu gelukkig alle vijf mijn teamleden, die zijn allemaal heel betrokken en voelen zich verantwoordelijk en gaan er 100% voor. Dus ik heb het nu en met de VA's en met de mensen, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, hè? Nee, want ze werken allemaal op afstand. Ja, precies. Ja, ook diegenen in loondienst, die werken ook op afstand. Ja, en dan is het, ik kan me voorstellen, soms is het een kwestie van een financiële afweging wat het net wat voordeliger is. Ja. Dat zou kunnen, maar er zitten altijd haken en ogen aan. Dat weet ik uit eigen ervaring met vast personeel. Dus ja, ik heb zelf ook een team in dienst gehad. Maar ik ben toch weer terug. Ja, ik heb nog één iemand in dienst. Maar voor mij zou het liefst iedereen gewoon lekker VA en voor zichzelf. Ja, gewoon de flexibiliteit. En als puntje bij paaltje komt, scheelt het financieel echt niet veel. En kunnen de gevolgen voor vaste medewerkers kunnen wel groot zijn. Maar goed, alles loopt zoals het loopt. Dus, maar dat is mooi om mee te mogen maken. En jij hebt dus nu een stukje van klantcontact en mailbox zeg maar uitbesteed. En een stukje office management zeg maar. En wat doen de andere mensen in jouw bedrijf? Wat doen die allemaal? Ik heb een community manager. Ik heb een community van webwinkeliers en Ina is mijn community manager. En zij zorgt ervoor dat mensen daar, dat er gereageerd wordt op berichten. Natuurlijk doe ik dat zelf ook nog, maar het is ook heel fijn dat zij mensen kan welkom heten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als er vragen zijn, kan zij ze naar de juiste lessen verwijzen. Ja. Ze zorgt ervoor dat mensen ook op elkaar gaan reageren. Dus dat is echt de community manager. De aanjager. Aanjager, ja dat. Ja. En ook bijvoorbeeld met challenges. Zij plaatsen ook dan de berichten daar. Dat is haar rol. Ja. Ik heb dan met Laura voor de sales en de coaching van klanten. Zij was eigenlijk niet aangenomen voor de coaching. Maar zij bleek heel erg goed te zijn in het mindset stuk. En ik ben zelf heel praktisch. Hè. Als je dit wil bereiken, moet je dit en dit doen. En dan ga je die resultaten zien. Ja. En Laura zit veel meer op de mindset. Wat natuurlijk wel ontzettend belangrijk is ook. Ja, dat weet jij ook hè, als ondernemer. Dus we kwamen er eigenlijk gaandeweg achter dat zij echt wel een hele waardevolle aanvulling is op mij. In de coaching van klanten. Dus zij is die rol steeds meer gaan pakken nu. Ja. En ik heb Saskia, zij doet debiteurenbeheer. Ik had er zo'n hekel aan. Maar wij kunnen heel veel mensen in termijnen betalen. En dan gaat er weer eens een incasso niet goed. Of iemand betaalt gewoon niet. Mm. Ik heb er een hekel aan om erachteraan te gaan. En ik dacht, ik moet daar iemand voor hebben die dat wel leuk vindt om te doen. Dus het is gewoon fijn dat mijn cashflow beter is nu. Zeker. En ik heb Jolanda. Zij wilde eigenlijk ook in loondienst, alleen zij woont in Spanje. Dus dat was allemaal lastig, dat ging allemaal niet zo makkelijk in verband met regeltjes en zo. Mm-hmm. Dus zij is nu ook VA en zij is de copywriter. Zij schrijft blogs, ze maakt mails, nieuwsbrieven. Ze doet interviews met onze klanten. Dus ja, dat stukje. Leuk,
Leuk. Ja. En zij woont in Spanje. De rest woont in Nederland en zij woont in Spanje. Ja. Ja, het is wel lastig met. Ik probeer elk kwartaal een keer met het hele team bij elkaar af te spreken om gewoon lekker uit eten te gaan of iets leuks te gaan doen. Ja. Dus dat moeten we dan altijd net even zo plannen als zij een week in Nederland is. Maar, dus ze komt wel regelmatig eens naar Nederland. Ja. En hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Jolanda. Ik had een vacature online staan waar ze op gereageerd heeft. Alleen bleek dus achteraf dat ze het niet in loondienst kon. Dus zij is dan freelance of als VA begonnen. Ja. Ina, die heeft jaren geleden had ze ook al een webwinkel. Zij is toen klant bij mij geweest. En daarna ging ze bij Maartje Blijleven de opleiding van community manager doen. En toen zocht ze een bedrijf waar ze stage kon lopen. Dus kwam ze bij mij uit. Dus zij is eerst als stagiair community manager begonnen. Toen als VA en nu dus in loondienst. Saskia die kende Amy. Dat soort dingen kan ik ook aan Amy uitbesteden. Ik had iemand nodig die achter mijn debiteur aanging. Ja. En dat heeft Amy eigenlijk geregeld. En ik heb op een gegeven moment een kennismaking gedaan. En het klikte. En die heb ik op die manier gevonden. Mm-hmm. En Laura heeft ook gesolliciteerd. Voor de sales was ook een loondienstvacature. Daar heb ik gewoon vacatures voor geplaatst. En die heeft daarop gereageerd. Ja. Ja. Ja, en dan jouw teamlid in Spanje, die wilde dus eerst een loondienst en die is nu als zelfstandig VA aan de slag voor jullie. Ja. Ja. Hoe ervaar jij dat een van jouw teamleden in het buitenland woont? Nou ja, behalve dat de Zoom-verbinding ooit een beetje traag is, merk je er echt helemaal niks van. Nee, mijn hele team werkt natuurlijk op afstand. Ja, precies. En daar maakt het gewoon echt niet uit of zij in Spanje zit of in Nederland. Nee. Dat verschil merk je echt niet. Nee. Nee. Nou, en ik weet dat er genoeg vrouwen zijn die dit heel graag willen doen. Hè? Dus starten als VA. En ook de wens hebben om dus meer te gaan reizen. Ja, en dat, dat is ideaal als VA. Ja, je kunt gewoon werken waar en wanneer je wil en je eigen tijd indelen. En we hebben gewoon elke maand maken we een briefing. Ze weet wat ze moet doen, de deadlines staan erbij. En wanneer ze het dan doet, maakt mij natuurlijk niet uit. Nee. Nee, nou precies, dat wilde ik net aan jou vragen. Heb jij verwachtingen van jouw teamleden wanneer dat ze dan bepaalde dingen doen? Of hebben ze veel vrijheid? Of hoe ziet de samenwerking daarin ervoor uit? Voor de freelancers, voor de VA's, die doen sowieso alles wanneer zij willen. Met Jolanda spreek ik wel deadlines af. Hè. De mails moeten natuurlijk op een bepaalde datum uitgestuurd worden. Blogs moeten op een bepaalde datum online. Dus we hebben wel deadlines afgesproken. En voor de rest, maakt het mij niet uit wanneer zij het werk doen. Saskia, die mijn debiteurenbeheer doet, die heeft zelf aangegeven, ik doe iedere woensdag voor jou, want dat vond ze zelf het makkelijkst. Nou ja, ook prima. Alleen met Laura, die natuurlijk in loondienst is en voor 24 uur per week, heb ik wel vaste dagen afgesproken waarop zij beschikbaar is voor klanten. Want dat is gewoon, als ik iemand naar haar door wil sturen, moet ik natuurlijk wel weten wanneer ze beschikbaar is. Ja. Met haar heb ik dan wel vaste dagen afgesproken. Ja. Maar goed, dat wisselt ook wel. Als zij wil ook een keer een dag vrij, dan zegt ze dan werk ik die dag. Ja, prima. Ja, precies. Dat maakt mij weinig uit. Ja, maar met loondienst heb je dat eerder, hè? Dat je dagen afspreekt en werktijden. Hè? Dat heb ik ook met mijn medewerker. En de andere die ik heb gehad, dat is dan toch wel anders. Buiten dat ze dan inderdaad veel vrijheid ook kunnen krijgen. Maar dat is, daar ben je ook wel ergens dan een soort van verplicht. Want je moet het dan ergens weer vastleggen in een contract. Ja. Ja. En je weet dan ook wel waar je aan toe bent dan, zeker met klantcontact. Goed, met VA's kun je dat natuurlijk ook prima doen. Hè? Dus, en als VA moet je ook je werken inplannen, denk ik. Hè? Want je hebt waarschijnlijk meerdere opdrachtgevers. Dus het is dus, denk ik, voor jezelf ook fijn om dan te zeggen, nou, voor die klant werk ik op deze dagen, deze tijden. Ja, zeker. Ik denk dat het voor jezelf ook fijn is. Zeker, ja. Mooi, dus een team van 5. Je bedrijf is flink gegroeid. Ja. En als je nu terugkijkt naar het mooiste moment in jouw ondernemerscarrière, wat is het eerste moment dat dan in jou oppopt? Oh, wauw, het mooiste moment. Ja, dat is een goeie. Ik heb al meer dingen gedaan waar ik achteraf trots op ben. Ik denk ook de summit. Ik heb begin dit jaar een e-commerce summit gedaan waar ik 26 ondernemers voor geïnterviewd heb. Mm-hmm. En dat heb ik aan de ene kant ook gedaan omdat ik natuurlijk van jou heb geleerd buiten je comfortzone en
dingen doen die je spannend vond. En ik vond het super spannend om die mensen te interviewen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen en dan gewoon 26 keer, dan ben ik er maar doorheen. En natuurlijk ook omdat ik dacht, nou, dit is super waardevol voor iedereen die een webwinkel heeft of wil starten. Dus het waren natuurlijk allerlei kansen. Maar toen, het heeft natuurlijk maanden voorbereiding gekost. We zijn daar maanden mee bezig geweest, maar het hele team ook. En Laura en Ina, die waren er echt nog maar heel kort bij. Bij mijn bedrijf. En die gingen er ook meteen vol in. Dus ik denk, als je dan hebt over je team of personeel of VA's. Mm-hmm. Dat die hele organisatie van het e-commerce summit, dat wel echt iets is waar ik gewoon heel trots op ben. Dat we dat gewoon voor elkaar gekregen hebben met z'n allen. Ja. En dat iedereen er gewoon 100% voor ging. Dat is van dit jaar in ieder geval echt wel een van de mooie momenten geweest. Ja, mooi. Mooi. Ja. En als we het dan hebben over dat stukje, want die summit heb je gemanifesteerd, dat heb je gerealiseerd. Ja. Waar begon dat mee? Waar begon dat idee mee? Weet je het nog, dat eerste moment? Ja, ik heb toen Maartje Blijleven, die heeft mij toen geïnterviewd voor haar summit. En die zei, na afloop van een interview, zei ze, is dat niks voor jou, een e-commerce summit? Toen dacht ik, ja, moet ik heel summit gaan organiseren, dat weet ik allemaal niet. En dat is een hoop werk. Ja. En een paar maanden later, toen zei iemand anders, die begon ook over een summit. En toen dacht ik, maar nu, dit is het moment, ik ga het gewoon doen. Op dat moment voelde het gewoon alsof het het juiste was om te doen. En ik dacht, nou ja, ik ga er gewoon voor en we zien wel waar we eindigen en hoe het gaat. En ik had nog nooit een summit georganiseerd. Ik wist natuurlijk totaal niet wat erbij kwam kijken. Ik wist wel van Maartje, die heb ik natuurlijk wel regelmatig toen gesproken ook. Wist ik wel van, het is een hele hoop wat erbij komt kijken. Ja. En ik had er wel tips en zo van haar gehad. Maar ik dacht, ja, maar dat is wel ook, denk ik, ook mijn stijl van ondernemer. Als ik iets bedenk en het voelt goed, dan ga ik er 100% voor. En dan zie ik wel waar we eindigen en waar we stranden en of hoe het afloopt. Ja. En heel vaak gaat dat gewoon heel goed. Nou, en wat is dan, zeker mijn thema manifesteren, wat dan de gouden sleutel is daarin, is als het dan echt voor jou goed voelt. Hè, de eerste keer toen je hoorde over het summit, dacht je, het kost veel moeite, veel tijd, heb ik geen zin in, het voelt niet goed. En de tweede keer, alsof het universum dan een seintje wil geven. Ja, mijn mentoren, die zegt altijd, ja, ze zijn daar boven 24-7 bezig om je allemaal aanwijzingen te geven van, hallo, ja. We willen je iets duidelijk maken. En de tweede keer dacht je, ik denk dat je van binnen voelde, dat. En dit dat heb ik zo. Dus, ja. En zeker heel veel mensen, niet iedereen, maar 70% van de bevolking, dat haal ik dan weer uit Human Design, want dat vind ik ook heel erg interessant. Ja. Dat zijn mensen die keuzes maken op basis van, Dus ja. Echt het gevoel van binnen. En dat is heel vaak lastig voor mensen. Tenminste, voor heel veel mensen is het lastig om bij dat gevoel te komen van, ja, wat wil ik nu eigenlijk? En als we het dan hebben over iets realiseren, manifesteren in je leven, dan komt dat vanuit die alignment van wat jij werkelijk van binnen voelt. Ja. En jij bent ook wel iemand die geleerd heeft om meer te gaan voelen. Ja. Ja, absoluut. Hoe is dat proces voor jou geweest? Ja, nou, daar ben jij dus mee begonnen eigenlijk, hè, om mij dat te leren. En het is niet dat ik nou iets heel bewust doe om meer te voelen. Ik denk dat het gewoon, ik vind het moeilijk om het onder woorden te brengen. Ja, dat, ik denk dat het gewoon zo gelopen is. Ik heb bij jou een traject toen gedaan, in 2018 ook. Ja. En daar heb ik zo'n, vooral denk ik op persoonlijk vlak, een hele grote groei doorgemaakt als ondernemer. En buiten die comfortzone gaan. En ik denk dat ik gaandeweg heb geleerd meer te voelen. Maar hoe dat ik dan precies gedaan heb, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, en dat hoef je ook niet uit te leggen. Want dat is heel rationeel, terwijl voelen, dat is niet rationeel. Dus dat is een innerlijk weten, op het moment dat het dan zo is. Dan voel je, ja. Dus, en misschien ook meer ervoor openstaan. Ik stond er voorheen niet voor open. Dan voelde ik iets en dan ging ik nadenken. Maar we moeten het zo doen, want dat is slimmer of beter. Dus ik heb me dan nooit opengesteld voor het voelen. Maar door het traject met jou en dat jij steeds daar weer op terugkwam. Ja. Denk ik dat ik daar gewoon wel meer voor open stond. Waardoor ik uiteindelijk ook naar dat gevoel ben gaan luisteren. Ja, mooi. Mooi. Ja. En dat summit, heeft dat een mooi resultaat voor je opgeleverd?
Ja, nou ja, vooral heel veel naamsbekendheid, zichtbaarheid. Ik heb echt wel echt hele mooie mensen mogen interviewen. Ik ben over die angst heen gekomen. Als ik mezelf dan dwing om het al 26 keer te doen, ja, dan moet je wel. Ik heb er uiteindelijk nu mijn relatie aan overgehouden. Dat had ik ook totaal niet verwacht. Ja. Wauw, wat De gaaf. eerste die ik had geïnterviewd, ik was zo ontzettend zenuwachtig. En ik ging helemaal hem als eerste interviewen. En ik heb het daarna ook nooit meer terug durven kijken, dat interview. Nee. Maar nu, ruim een half jaar, zijn we een setje. Oh, wat leuk. Dat had ik natuurlijk van tevoren ook niet bedacht dat ik dat eraan over zou houden. Is wel gebeurd. Nee, maar had je wel ergens een intentie gezet dat je open stond voor een nieuwe liefde in je leven? Nee, ik was wel aan het daten. Ik ben 2 jaar geleden gescheiden. Ik was al wat aan het daten, maar ik heb nooit de intentie gehad. Ik wil iets voor vast of weer helemaal niet. Maar als het komt, dan is het goed en dan sta ik er open voor. Maar ik was er niet naar op zoek of zo. Nee, maar Dus hier zit het hem in, hè? ja. Wat je zei van goh, als het komt, dan Dan mag is het het goed. zijn. Ja. En waar gaat het vaak mis, is dat we zeggen, nou, dit jaar moet ik toch maar eens een keer een vent op mijn pad komen. Of, Ja. hè? Of, Dat gebeurt dan niet. en dat gebeurt rationeel, en dat komt vanuit ego, want ego wil zekerheid en die wil gewoon weten waar die aan toe is. Ja. En dat is dus het mooiste van dingen en ja, realiseren in je leven is intentie zetten wat je graag wil. Want je bent aan het daten natuurlijk voor ja, een keer dan Ja. de ideale partner tegen te komen. Ja. En dan een heldere intentie zetten en dan weer loslaten. Maar dat het dan met een summit gebeurt, die had ik even niet aanzien komen. Nee, nee, maar de mooiste cadeaus zie je niet aankomen. Nee, precies. Dat blijft. Ja, dat is hoe de kracht van het universum werkt. Ja. Mooi, mooi. Goh, dus bijna 10 jaar ondernemer. Mooi bedrijf. 5 mensen in je team. Nieuwe Ja. liefdespartner gevonden. Het is best wel wat Veel gebeurd dan zo, hè? gebeurd. Veel gebeurd, ja. Je hebt ook veel vrijheid. Tijd voor je kinderen. Ja. Ja, ik zei net al tegen jou, ik heb gewoon 6 weken zomervakantie gehad en nu heb ik net een week herfstvakantie gehad. En ik vond het heerlijk. Ik had met die zomervakantie echt wel gedacht dat ik na 2 weken alweer aan het werk zou zijn. Maar blijkbaar was het gewoon even nodig dat ik er gewoon echt even een tijdje uit was en even niet werk, even gewoon andere dingen. Tijd voor de kinderen ook. Dus ik vind het Precies. wel mooi dat het dan gewoon kan als ondernemer, dat je dan toch je eigen ideale leven kunt creëren. En ik heb met mijn kinderen natuurlijk zo'n fulltime bij mij. Ja. Dus ja, dan heb ik in de vakantie, ja, dan is het is gewoon een luxe dat ik ze niet naar de BSO hoef te brengen of naar een opvang of wat dan ook. Ja, fijn hè. Die vrijheid als ondernemer, daar doe je het voor, denk ik. Tenminste, daar doe ik het voor. Ja, precies. Precies. En wat zijn je toekomstdoelen? Wat is een belangrijk doel voor jou? Wat zou je nog heel graag willen bereiken met ja, in je business en in je leven? Ja, dat vind ik wel een lastige, want heel veel van die grote doelen die ik wilde bereiken, die heb ik intussen bereikt. En nu ben ik een beetje op zo'n punt van ja, oké, wat nu? Hoe dan nu verder? We Ja. hebben nu pas een nieuwe tak binnen het bedrijf gelanceerd, waar mensen ook, voorheen kon je alleen bij ons terecht voor trainingen en coaching. En nu kun je ook dingen uitbesteden bij ons. Ja. Die lancering zitten we eigenlijk nog middenin nu, dus dat staat Leuk. echt nog aan het begin. Dus dat wil ik verder gaan uitbouwen. Mijn boek mag weer een keer geüpdate worden en de nieuwe versie, de nieuwe druk mag uitgegeven worden. Ja. En ik heb besloten dat ik meer challenges ga doen, ook weer komend jaar. Ook omdat ik gewoon, dat zijn ja, voor mij de allerleukste weken in het jaar. Ik word daar zo blij van als ik gewoon een challenge mag doen. Dus dat ga ik weer vaker doen. Ja, precies. Maar echt, Mooi. ja, echt hele grote dingen heb ik. Ja, ik loop er een beetje tegenaan dat ik heel veel dingen al bereikt heb. Dus ja, ik moet er even kritisch naar gaan denken. Ja, wat Ja, en met groot bedoel ik niet groot van materieel of ego-gericht, maar wel groot in de zin van wat is echt nog je hartsverlangen, wat je hebt in je business en in je leven, wat je zo graag nog wil neerzetten of waar je in van betekenis wil zijn. Nou, en voor jou is Ja. dat wel heel helder dat je heel graag in deze business nog veel verder wil Ja, groeien en dat is betekenis. eigenlijk nog steeds hetzelfde doel als wat ik jaren geleden ook al had. Er zijn zoveel mensen die een webwinkel starten en na 2 jaar is er nog maar 25% actief. En volgens mij 80% van de webwinkeliers die haalt gewoon minder dan een minimumloon uit hun bedrijf. En
ik weet gewoon van mijn eigen webwinkels en wat ik bij klanten zie, dat het gewoon echt anders kan. En dat doel wat ik jaren geleden zo ooit gesteld heb, ik wil gewoon laten zien dat het anders kan. Dat je wel een goed inkomen uit die webwinkel kan halen. Dat ik daar mensen mee kan helpen. Dat zij ook hun eigen ideale leven kunnen, een ideale baan kunnen creëren. Mm. Dat is natuurlijk niet veranderd. Dat blijft belangrijk. Ja, mooi. Mooie missie. Om daar anderen bij te helpen. Om het leven te leren waar ze zo naar verlangen. Ja, mooi. Hey Astrid, super bedankt voor je tijd, voor je inspiratie. Om andere ambitieuze vrouwen te inspireren. Zodat zij ook gaan voor een gelukkig leven en een succes in business. Of dat nou een bedrijf is of een inloondienst. Of ja, wat dat dan ook is. Als het maar klopt bij wat ze diep van binnen voelen en willen. Ja. En als luisteraars nog jou ergens willen vinden op internet of social media, waar kunnen ze jou dan vinden met je bedrijf? Ja, mijn website succesmetjewebshop.nl en anders op Facebook, op Instagram, @succesmetjewebshop. Facebook en Instagram, ja, leuk. En is er nog iets wat jij ambitieuze vrouwen zoals jij nog echt wil meegeven waarvan jij vindt, dat hun echt helpt om nog een doorbraak te krijgen? Ja, ik denk vooral jezelf afvragen, wat wil ik? Waar kom ik mijn bed voor uit? Wat gaat ervoor zorgen dat ik op zondag niet zit te balen, dat ik morgen weer aan het werk moet? Hè? Wat zorgt ervoor dat ik gewoon blij ben dat het dan weer maandag is, of dat de vakantie is afgelopen, dat je gewoon... Ik denk, als ondernemer heb je gewoon de vrijheid en de mogelijkheid om je eigen ideale baan te creëren. En ja, ik denk, als dat lukt, dat je wat mij betreft het mooiste hebt bereikt wat haalbaar is. Als je er ook een goed inkomen dan uiteraard mee verdient. Ja, dan heb je wat mij betreft denk ik het mooiste behaald wat haalbaar is als ondernemer. Ja, echt je hart volgen. Ja. En ontdekken wat dat dan is. Hè? Want het is niet vanzelfsprekend dat je dat weet. Heel vaak weet je het niet. Zeker als je op een kruispunt in je leven staat. Dus echt de tijd nemen van wat is dat? Ja. En hoe ga ik dan bereiken wat ik heel graag wil? Ja. En ook gaandeweg leren van je fouten. Bij mij gaat het ook allemaal niet allemaal perfect. Hè? Nee. Ik heb ook fouten gemaakt en daarvan geleerd. En onderweg met mijn plannen weer bijgestuurd. Maar dat is ook het mooie, denk ik. Je komt niet van A naar B van vandaag op morgen, zeg maar. Je moet daar een weg voor afleggen. Ja, en dat groeiproces, dat is wel machtig mooi, hè? En dat moet je doorlopen, anders dan kom je er niet. Nee, je leert van elke stap. Je wordt van elke stap wijzer. En je hebt hoge pieken. En in de dalen ga je reflecteren. Naar wat kan ik hier uithalen? Wat kan ik hiervan leren om er weer beter uit te komen? En dat weer in de toekomst mee te nemen. Ja, absoluut. Maar het volgen van je hart. En het ontdekken daarvan. Van wat je echt blij maakt. Dat is cruciaal. Dat is alles bepalend. Dat jij manifesteert en realiseert in je leven wat je wil. Absoluut. Ja. Hey, super bedankt. Heel veel plezier met het voortzetten van alles met je mooie bedrijf en met je team. Ja, dankjewel. Wij gaan elkaar nog wel eens vaker spreken. Maar voor nu heel erg bedankt en heel veel plezier en succes. Graag gedaan en jij ook dankjewel.